Ik weet dat je ook nog wel eens met blinden skiën. En dan dacht ik de eerste keer dat je dat vertelde dat dat een mop was. Maar dat is echt waar, hè? Ja, dat is echt waar, ja. Maar dat kan toch niet? Dat is toch levensgevaarlijk? De onbegrijpelijke plannen op het Enschat. De opvolging van de burgemeester. De traditie van naar Jaarswensen op Urk. En een beroepsdemonstrant die op Urk zijn sociale media profiel kwam opfrissen. Tot slot hebben we het ook nog even over blind vertrouwen. Echt blind vertrouwen. Ik ben Jelle Bakker en ik bel vandaag met Albert Brouwer. Dit is de podcast van het Urkenland. Nou Albert, na een jaar en dan zijn we weer. Ja, we zijn er wel weer, maar we zitten niet toe over een kanger, als andere mensen dat misschien wel denken. Nee, niet echt, nee. Leg even uit, waar zit je? Nou, ik zit in Frankrijk, maar daar komen we zeker nog wel even op terug hoe en waarom. Maar als het goed is, tot de techniek, nergens voor en komen we weer ook op iedereen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat we toch vooral moeten beginnen met eerst even de beste wensen voor onze vaste luisteraars. Want die hebben we natuurlijk best wel, hè? Ja, dat is komen tussen de 600 en de 1000, begreep ik. Ja, nou, we hebben echt wel de skieters daarboven uit, hoor. Ja. Dus wat dat betreft begonnen lekker met duur. De voorzienende behoeften. Ja, wij vinden het ook leuk om te doen. Nou, zeker, ja. En ik heb toch ook het idee dat we af en toe bepaalde onderwerpen wat maar achtergrond kunnen geven. En ik heb eigenlijk ook wel stiekem het idee dat we wat maar durven en kunnen zeggen. Een beetje een prikkelend af en toe in onze podcast. Ja, je hebt een beetje het idee van het is wat minder echter in de krant. Dat is natuurlijk niet zo, maar ja goed. We houden onszelf misschien een klein beetje voor de hek. Maar het praat wel wat makkelijker. Het ben eigenlijk een beetje de gesprekken die wij op de redactie voeren. Hè, elke week. Komt het wel erg dichtbij in de buurt. Ja. Zo is dat. Hey, we begonnen met de beste wensen. Het is natuurlijk, ja, om dat nou nog te doen. Ja. Maar vroeger had je Cor Buup op werk. Cor Buup, een dorpsfiguur. Ja. En die dingen tot de zomer. Dus dan, nou ja, dan kunnen wij dat ook wel doen. Trouwens, de gemeente had een najaarsreceptie op 8 januari. Ja. Dat vind ik ook al een datum. Dan ben je er ook wel een klein beetje klaar mee. Ja, dat is rijkelijk laat. Ja, ja. Ja, en die nieuwjaarsreceptie was wel indrukwekkend, vond ik. Ik moet eerlijk zeggen, ik kon er altijd in met het idee van, nou ja, het moet even. En ik heb het idee dat 80% door zo loopt. Maar dit jaar was bijzonder. Dr. Hildering kreeg postuum de erepenning. Ja, echt mooi. Ja, dat maakte indruk op mij. En, de hele gezin was er. En, en toen denk ik ook, ja, dit is natuurlijk. Ja, Urk is dure dendert eigenlijk, hè, nou om zijn overlaaien. Dat was midden in een verschrikkelijk nare tijd. Maar ja, het dorp denderde duur. En het is heel goed om, hè, dat de gemeente nou zegt, we maken nog even pas op de plaats. We nog even benemen hoe belangrijk hem zijn rol was. Ja, ik denk dat het ook voor het eerst is dat postuum een erepenning van de gemeente dat het toekent. Ja. En ja, als Rien het verdient heeft, dan. Ik vond ook echt dat het een bulde impact had. Ja, zeker. Ja. Nou ja, dan kwam de toespraak van Kees van der Bos. Daar binnen we natuurlijk als journalist ook altijd wel even scherp op. Van nou, zegt hij iets? Hè, die moeten dan vaak tussen de regels duur luisteren. Maar ja, dat stierf dit jaar. Was een prima toespraak hoor, maar. Het hoogtepunt zat in het begin. Kees van der Bos had bedacht van, ik stel een vraag aan de mensen. Nou, dat is een goede retorische truc natuurlijk. Kees van der Bos die vroeg, wat is nou uw wens voor het nieuwe jaar? En toen zat ergens midden in het publiek, net hoorbaar, Jan Kofferman. En die zei, dat u blijft. Nou ja, dat was natuurlijk wel grappig. Voor de rest, ja. Kijk, het is een man, zijn koffer staat klaar. En dus je kunt niet maar denken van ja, het stippelt in het beleid uit. Zit er iets aan te komen wat we nog niet weten, maar wordt er al een hint te geven? Of wordt er bijvoorbeeld een hooggespannen verwachtingen temperd? Zo van jongens, er komt slecht nieuws aan. Niks van het alles. Hij gaat voort en hij wil het natuurlijk goed achterlaten.
Maar dat gaat wel voort, ja. Dat is dan een last. Ja, de opvolging, ik ben in Frankrijk, dus Le Roi est mort, vive Le Roi. Maar het is geen Ineke Bakker, denk ik, die we creëren. Althans, zo zeggen de geruchten. De geruchten, ja. En je denkt dan ook, als het Ineke zou worden, wisten we het al wel. En de geruchten zeggen ook dat ze het niet wordt, dat ze niet beschikbaar is. Heel vervelend natuurlijk. Ik sprak, vandaag was dat, sprak ik hier en die zegt, ja, daar komt, ik hoort, Ineke, die wordt het niet. Ik zeg, ja, vertel. Van wie hij dat hoort? Nou, toen was het even stillen. Ja, van wie ik dat hoort? Nou, die wist het dus niet maar. Ik de gemeente mailt, is er al wat bekend? En zo, nee, wanneer wordt het bekend? Ja, ik kreeg een heel kort antwoord op. We gaan er niet over. Dat ligt volledig bij de provincie. Ja, dat klopt ook. Ja, dat is ook bij de provincie. Ja, dus ja, nog even geduld, vrees ik. Ja, maar ja, het is 1 februari is al heel erg gauw. Ja. En dan moeten we wel een waarnemende burgemeester hebben natuurlijk. Lijkt mij wel, ja. Ja. Nou ja, wij kijken vooruit. Jelle, onze kastkrant, dat is alweer vergeten. Ja. En we beginnen ons liesje nog weer klaar te maken voor de kastkrant van dit jaar. Ja, met die zongering, die kastkrant, die was bijna vergeten. Maar deze week hebben we nog de kerstkraker 2.0 overhangeld. En we hebben eigenlijk geen idee hoeveel mensen op werk daarom hier doen hebben. Wat we wel weten. Ik er ook pijn van ik liggen. Ja, slapeloze nachten. Ik heb mensen letterlijk dwolend in de nacht aan het troffen hier. Rondom een spaand. Die dacht, dat hier moest een wezen. Het is uiteindelijk wel gelukt. Een klein gezelschap uit het helemaal opgelost. En van de middag, het is nu woensdag 17 januari. Vanmiddag hebben wij de prijswinnaars gehuldigd. En er komt ook een filmpje online met alle uitleg. Dus dat is nog wel even leuk voor de mensen die daar aan begonnen zijn. Oké, zeker. Maar voor de rest. Voordat we naar het najaar verder toe gaan, oud en nijd en we natuurlijk. Er vliegt af en toe wat in de brand. En er wordt voor, in mijn beleving, wordt er voor een porton wordt er lot in een steken. En dan wordt er gezegd van, nou, we hebben een rustige oude nijd op werk gehad. Ja, politie vond het erg rustig. Ja, ik vind het toch wel bijzonder hoor. Wat er bij ons de lucht ingaat en wat er afgesteken wordt. Het is ook zo, er wordt een auto aanhouden, een deur staan, barsten vol met vuurwerk. Degene die eruit stapt, camera erbij, een hurker. En dan was er nog voor eens op ook. Ja. En dan komen ze niet met een paar tientjes of een paar honderd euro. Laten we het er maar over ophouden. Ik ben er niet zwaar van. Dat is wel duidelijk. Nee. Nou, aan de goede vuurnemers? Ik heb altijd goede achternemers, maar nee. Ja. Nou ja, ben mooie ideeën voor de kraan. Ja. Die wil graag weer onder het werken. Ja. De kastkraan volgend jaar loopt alweer een beetje te pruttelen eigenlijk. Dus dat dan wel weer wat op een gas, zullen we maar zeggen. Ja. Nou, en actueel nijst natuurlijk, hè. Al in de eerste weken van het najaar. Ja, de demonstratie. Ja. Ja, de demonstratie bij de gemeente dus. Nou, volgens mij was het een maakiekere demonstrant. Ja, was het wel even spannend. Ik had de indruk, en nou ja, die indruk, dat hoef je geen ziener voor te wezen. De gemeente vond het verschrikkelijk spannend. Er gingen natuurlijk al een paar weken gingen er wat berichten over, social media, geruchten van nou, er komt een hele grote groep naar Urk toe. Wat natuurlijk wat gaat uitlokken vanaf Urk. Dus die angst die was er gewoon. En de gemeente had besloten van, laten we het op het binnenplein doen. Nou, dat is op zich een goeie. Want het is aan één kant af te sleutelen. Dus een bult volk erbij, bult beveiliging. Ja, dan komt er 30 man. Hoeveel busjes stingen er klaar op de sleus? Een stuk of zessen. Een stuk of 4 weven? Nee, we zien er zessen. En okay. Volgens mij een peloton noem je dat. Nou ja. Dat toont wel aan. Dat kan ik ook wel begrepen, hè? Ja, ik ook. Dat kan ik ook wel begrepen. Als het misloopt en er is geen politie, dan krijgt iedereen op moord in brand. Ja, maar ja, er zitten dus wijkagenten. Want ik zag ergens, ik weet niet meer waar, op social media
een berichtje langs komen van een wijkagent uit ergens bij Hilversum vandaan. Die had een foto gemaakt van de Urkraven en die had er iets bij geschreven van. Nou ja, dat kwam er eigenlijk op neer. Gemoedelijk middag in op de Urkraven. Maar dat is wat er los is. Hè. Er zijn wijkagenten van her en der die worden opgetrommeld om in zo'n busje te gaan zitten. Ja, dat kost een bult. Er zijn wijkagenten, maar er zijn ook ME'ers. Hè? Ja, dat is leuk. Je bent niet fulltime ME'er. Nee, precies. Maar dan moeten ze wel opdraven en ja, die wijk in Hilversum blijft dan weer liggen. Ja. Ik wil er toch nog wel even wat over zeggen, Jelle. Want het gaat natuurlijk om dat gezin die van Urk overgewoon is. Ja. En ik vind eigenlijk best wel dat de gemeente Urk door een bult aan het doen heeft. Niet enkel de gemeente Urk. Ook de gemeenschap van Urk, om die mensen min of meer ter willen te wezen. Hè. Ja. De gemeente is er aan de dure geweest en proberen om haar te beschermen. Ik weet dat bijvoorbeeld die jongetjes die zaten op voetbal. Er is echt van de sportvereniging ook best te doen om die jongetjes weer te roggen al voetbal. Van zeggen, je binnen bij ons veilig. Ja. Dus wat dat betreft, ook de schoolen, hè, de basisschoolen, waar de jongetjes op zaten. Nou. Maar ja, maar het niet hulpen, twistienen door een ruwte heen en alles wat bureaucratie hulpen. Ja. En dan krijg je demonstratie. Ja, ja, en kijk, dat zo'n gezin angstig wordt, dat begreep ik. Ik zou ook angstig worden, je weet er gewoon niet, er zijn mensen die binnen die helemaal tuigen, je weet niet wie je bent en je weet niet hoe gek ze zijn. Dat zou iedereen angstig vinden. Maar die gasten die dan vervolgens komen demonstreren, ja, dat zijn beroepsdemonstranten. Ik werd vanmiddag getipt door Iene en die zegt, weet je wel dat die man die op je lijst een vuurpagina foto steekt met die vlagen, een hele mooie foto van onze politiecorrespondent, of nee, hoe moet ik dat zeggen, een jongen die maakt foto's over politie- en brandweeracties. Nou, hele mooie foto. En er staat een man met een... Sorry, wat zeg je? Waar waren bleden mee binnen? Ja, zeker. En, nou, mooie foto, maar hij zegt, weet je wel wie dat is? Die man met die Palestijnse vlaggen, dat is niemand minder dan Abu Hafs. Nou, mensen die misschien nog iets dieper in de riolen van Twitter zitten, die zullen misschien wel meteen zeggen, oh, Abu Hafs. Ik ken hem gelukkig niet. Maar even googlen en, nou, ik hoef hem ook niet te kennen, laat ik het zo zeggen. Maar dat is een die al, ik weet niet hoe vaak op is komen draven. En, nou ja, een beroepsmatige demonstrant. Ja. En daar zitten we ook niet op te wachten. Wie zit er wel op te wachten? En als je goed niet op te stoken, dan zal je niet nalopen. Ja, nou, het is inmiddels een profielfoto verangerd. Dan zie je een groot Urk en hij met zijn Palestijnse vlaggen. Nou, hij is er groot op dat hij op Urk geweest is. Nee. Ja, maar daar maar breder mee bezig. Ja. Zo is dat. Hey, Jelle, wij zitten op het Spijk en die voelen nagelen. Ja, nou. Hoe kom je niet tegenwoordig bij de zaak? Nou ja, via keuze, hè. Dat is verschrikkelijk. Dat is spot van wie? Nou, kijk, alles in perspectief. Maar er ging wel wat fout, dat Ile Enschat vooral. En, ja, er binnen mensen aan de raand, hè. Ja, er binnen een paar ondernemers die echt aan de raam ben, snap ik ook wel. En wat ik hoort van die ondernemers, waar het fout gewoon is gewoon een gebrek aan overleg. Ik kan het bijna niet geloven, vooral, maar vooral is de plannenmakers bij de gemeente die aan op de korte kijken en die aan kijken hoe heet die straat. Nou, dat weet bijna geen mens, maar die dus het Enschat. En die in het systeem kijken welke bedrijven zitten er aan het Enschat. Nou, er zat één man met een skuur. Die hebben ze een briefje gestuurd van, nou, we gaan aan het werk, bla bla bla. Nou, die man heeft daar een skuur, die denkt, het zal mij wel. Maar ze kijken niet even, wie zit er om het hoekje? Want er zitten heel veel bedrijven die direct met het Enschat te maken hebben. Sterker nog, als je iets verder kijkt, dan zitten transportbedrijven, visbedrijven. Ja. Een cruciaal stukje weg. Ja, en dan is het ook allemaal nog zo benauwd, als het maar kan, in een plant. Dat is toch echt een beetje een harde dingetje. Grond is duur, dus als we een weg neerleggen, dan is er gewoon een beskaaien weggetje. Maar moet je er dan aan sleutelen, zoals nou geval is, dan moet er een middenberm in. En er is eigenlijk geen ruimte om dat te doen. En dan moet een fietspad naast. Ja, nee, en dan creëer je dus dit soort gekkigheid.
En ja, inmiddels de gemeente uit de Leusert past het aan, waarschijnlijk. Hè, ze hebben nou pas op de plaatsen gemaakt. Ze gewoon nou praten met bedrijven. Nou, Curlie maar prezen. Ja, ik denk dat ze vooral kijken naar de toegang tot de Zeeheldenwijk en de toegang tot de Nijbrugge. Ja. En dat ze door zich op een richten en te weinig. Ik bedoel, die bocht die kun je wel op een fiets al bijna niet nemen. Dus toch met een vraagbaar. Ja. Ja. Het is echt, het is echt een blunder. Ja. Maar ja, van foute kuularen zullen we maar. Ja, dat doen ze ook wel volgens mij. Dus dat, ja. 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 Zouden ze bij de busmaatschappij ook van de foute laren of niet? Nee, dat denk ik niet. En daar word ik moedeloos van. En dat is niet enkel omdat mijn dochters nou ook elke keer, ik weet niet waar, stond te wachten en onze taxicentrale bakker bel. Maar die bussen is gewoon die ellende van privatisering. Vroeger dan was dat gewoon een halve overheidsinstelling en dan rolde dat wel. En tegenwoordig moet dat gewoon aan de markt overgelaten worden, want de markt biedt alles beter. Ja, dat is niet zo. Dat is gewoon niet zo. Er had hier een foefje bedacht van we schreven lekker heen en dan zien we wel hoe het gaat. Nou, het gaat dus niet. En allemaal oude rotbussen, ik weet niet waar van Donald. En trouwens, in Nagel, hij was in een stok industrieterrein. Er stonden niet allemaal bussen. Dat is dan de luizen uitvalsbasis. Er stonden een paar van die units met een koffieautomaat. En daar moeten de chauffeurs opstappen. Ja, ik ben er een beetje in de. Ik hoop dat het snel opgelost wordt, maar ik ben er niet zo erg positief over. Ja, het is vooral voor de scholieren is het een drama. Ja. Soms komen er in één keer 4 bussen of 3 bussen aan. En plotseling stond er een ploeg en die bleef zo een uur staan, want er komt geen bus maar. Ja. Nou, het is van de gekken. Ja. Patroontje met de. Ik zit hier in Frankrijk en in zaterdagavond bij de skipiste worden skibussen gekomen om de mensen weer terug naar de dorp te brengen. Om half 8 stingen er nog mensen te wachten op een bus. Oorzaak: nieuwe busmaatschappij. Een ijsvervoersbedrijf heeft de concessie gewonnen voor de ski navets, zoals dat hier heet. En het loopt voor geen meter. Het loopt voor geen meter. Ja. Dus wat dat betreft, we binnen niet uniek. Nee, we zullen de laken een pak. Ja. Zullen de laken een pak. Ja. Echt belachelijk. Mensen komen alle wachten in min 12 om ze door te wachten. Ja. Goed. Ja, maar je zit dus in Frankrijk, hè? En, ja. Ik weet dat je ook nog wel eens met blinden skiën. En dan dacht ik de eerste keer dat je dat vertelde dat een mop was. Maar dat is echt waar, hè? Ja, dat is echt waar, ja. Maar dat kan toch niet? Dat is toch levensgevaarlijk? Ja, nou, de vraag is voor wie, hè? voor de begeleider of voor de blinden? Maar, ja. Maar even serieus, dat valt allemaal wel mee. Het is. Ik denk dat het van deze tijd is dat iedereen zegt van. Nou ja, dat moet ook kunnen, maar. Dit doe ik al 24 jaar. Okay. En ja, er binnen blinden die zeggen van, nou, dat wil ik gewoon kunnen. Ja. Dat wil ik gewoon kunnen. En dan moeten we dat maar eens gewoon proberen. Er binnen vooral jongeren die goed opgeleid binnen. En die vooral ook dat motto hebben van, nou, iedereen heeft het erover en ik wil het ook doen. Ja. En dan ben je begeleiders nodig. En ik heb toen zo'n test gedaan en tot ieders verbazing voor geslaagd. En sindsdien heb ik er best wel plezier in ook. En hoe gaat dat in zijn werk dan? Hoe ski je met een blinde? Ja, dat is heel. Je bent in ieder geval zichtbaar voor de mensen die ook gaan skiën binnen. Dus de begeleider is herkenbaar en de blinde heeft ook een hersenhand met erop op een grote letter blind. Oh. Dat de mensen niet denken van, nou, wat is hier los? En het is, je skiën heel kort achter de blinden. En je werkt in principe met een klein, met een soort portofoontje. Ja. Ik heb een microfoontje in mijn kraag van mijn jas zitten. Ja. En hij heeft een oortje in. Hij of zij. En dat, zo geef ik de opdracht. En ik beschreef wat er los is, hoe de bar geroerd zegt. Of het erg stijl is, of dat het juist niet stijl is. Ja. En in principe, ja, ik moet zo deel bij hem blijven, of bij u blijven, dat ik wel, als er wat gebeurt, dat ik met die in kan grepen. Ja. En voor de rest moet ik proberen om,
om vertrouwen te wekken bij degene die ik begeleid. Dat is iedere dag, meestal binnen een witte groep. En dan is dat iedere dag een hangarenblinde die je begeleiden. En ja, het vertrouwen, ja, kun je niet doen, maar er moet een blind vertrouwen wezen in de van degene die ik moet begeleiden. In mij als begeleider. Ja. En ja, als dat niet goed is, dan moet je er ook met die mee stoppen. Want dan, dan leidt het naar ergens toe. Ja. Hij wil dus een hangarenblinde begeleiden ook dan? Ja. Ik heb hier een ruggenblinde begeleid. Dat was mijn levensgevaar. Ja. Dat is namelijk onze CDA-roster. Hij zit nou weer in de rood. Hij komt weer in de rood. Ja, hij zit nou weer in de rood. Ja, Juri is natuurlijk een grote kerel. Ja. En zo sterk als een osse. Hij is echt een sportman. Ja. Maar ja, ik denk dat hij ook 110 kilo aan spieren... herbergt. Dus hij en Juri kan nog die kan nog wel een beetje silhouetten zien. Oké, ja. En Juri vond het echt helemaal niks dat ik hem ging begeleiden. En dat ik zeg van, ja Juri, je gewoon vuur op en ik gewoon achter jou. Ja. Hij zegt, nee, gewoon je maar vuur me. En dan ik zie je silhouet en dan ga ik wel achter je. Nou ja. Je draait je hoofd helemaal van links naar rechts en het gaat niet, je ernen niet in de gaten. En je bent ook bang, hè? Want als hij dus per ongeluk een kind rooit op zijn skis, en hij is niet bang, hè? Hij durft alles, dan kun je de kind weer graven, hè? Ja. Dus dat moeten we niet hebben. Dus ik zeg van, jullie, dit gaat niet waar, ik hier gewoon voor mij en ik begeleid je. En dan hebben we een geweldige, en ik heb jullie echt een week moeten begeleiden. Zo. Echt een geweldige week had, vooral omdat hij natuurlijk, hij durft alles. Ja. En hij is, is zo'n sportman. Ja. Ja. Dat, ik heb er zelf ook, afgezien van het sportieve plezier, en wat ik een bultblom met de kanger had. Ja. Ja, dat is cool. Leuk. Dus dat was de enige rukker die ik ons begeleid heb. Ja, oké. Okay. We zijn wel een harde stuurlijke. Ja? Ja, we zijn een Rico de Poer een keertje stuurlijke. En dat was wel leuk. Want Riegel zegt van, wat ben je hier aan het doen dan? Dat was in Oostenrijk. Ja. Nou, zo en zo waren we met blinden. En ik zeg, wat zei hij hoor, met blinden? Ik zeg, ja, wat ben je met blinden? Hij zegt, nou, dat is toch ook wel wat bijzonders. Maar ik had die dag, had ik dus een jonge knul bij me. En die had een koker blind uit. Die zag heel weinig, maar een paar procent. Maar dat zien ze dus wel als een soort laserstraal, hè? Ja, ja. En die jongen, die was eigenlijk al vanaf zijn vierde jaar was hij op skiles en al. Die kon gewoon aardig goed skiën. Maar ja, je moest hem heel goed begeleiden. Ja. Maar ja, het was ook een feest om hem te begeleiden. Dus Rico die zegt, nou, ik zie jullie vandaag nog wel eventjes. En toen vervolgens kwam ik hem weer terug. En ik had hem bij me. En we hadden best wel een redelijk tempootje. Toen stopten we gewoon bij de lift en toen komt Rico bij me. En toen zegt hij, dat trapte ik waarachtig nog geen hokketjes in en dat je met een blinde was. Ja, maar hij is echt blind. Hij kon niet geloven. Ja, was wel leuk. Ja. Maar ja, ik kwam later ook. Later had ik een dag later had ik een mooitje bij me en die was echt 100% blind. En daar zat ik mee, was een beginnende skiester. En daar zat ik mee bezig. En toen kwam hij aan skiën met zijn vrouw. En toen sting hij te kijken hoe dat allemaal een beetje in zijn werk ging. En... ja, dat is dan ook op zijn urkers, hè. Ja. Komt hij naar het mooitje toe en hij zegt van... hoor eens eventjes, ik heb echt omdat je stond kieken. En ik heb al zo'n ongelooflijke bewondering voor jou. Dat jij hier aan skiën bent. Ik vind het zo knap. En toen pakt hij de hand en toen geeft hij de hand. En toen van, ja, dat is ook prikkeld. Ja, ja, ja. Dat kan ook. Ja, goed. Dat even als intermezzo over blinden en over Frankrijk. Ja, ja, ja. Om weer onder werk... Ja, nou... wat hebben we op het programma staan? Ja, volgende week afscheid van Kees van der Bos. Nou, we mogen even langer voor een mooi interview. Gewoon wij, volgens mij... en deze week doen, of begin volgende week. Mijn collega gaat er een. Dus ja, dat wordt dan nog wel even een bijzonder moment, denk ik. En... ja, wij wouden nog een podcast met hem maken, maar ik, als ik de goed begrepen heb van de gemeente, die gaat nergens marteerd voor tot in februari. Nee, 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 nee.
Nee, als dus, je helemaal volop plant. Ja. Ja, nou ja. Voor Mug van Bredewezen hebben we nog een uurtje met de Mug van Praten dus. Ja, ja, en ik denk ook wel even een leuke afsluiting. Oké. Ja. Nou, moeten we dat maar doen. We gaan het zien, Jelle. Ja, zo is dat. En nou, dit was het denk ik, hè. De volgende podcast, dan hebben we het erover. Ja, zo doen we dat. Nou, oké. Hey. Hey. De groeten. Bedankt weer. Jo, hoi.